Simplis, dan mag ik nog even een paar dingen kwijten voor de duidelijkheid. Het is absoluut niet zo dat Bie en mijzelf nu uit angst voor die derde wereldoorlog uit Nederland vertrekken. Nee, maar dat wij in Nieuw-Zeeland natuurlijk prima zitten tijdens jullie derde wereldoorlog is natuurlijk meegenomen. Maar wij vertrekken omdat we er niet meer tegen kunnen. Exact. Tegen dat wurgende, verstikkende doemdenken. Tegen al die columns en kritieken en waarschuwingen en stukken waarin alsmaar weer wordt verteld dat de totale catastrofe voor de deur staat. Er is in Nederland een belachelijke, onuitstaanbare ondergangsstemming aan het ontstaan. Een half jaar geleden durfde niemand nog de term derde wereldoorlog hardop te gebruiken. Dat was net zo'n taboe als het woord kanker 10 jaar terug, of 5 jaar geleden misschien het begrip zelfmoord. Maar nu, als je dat doemdenken niet tot basis maakt van je hele doen en laten en van heel je wereldbeschouwing, dan kun je de zaak beter schudden, Bie. Want dan tel je niet meer mee. Dan word je niet serieus genomen, want dan heb je oogkleppen op. En ik noem dat wel eens, Bie, dat we geraakt zijn in de spiraal van de aangehaalde broekriem minder. De totale apocalypsitis grijpt om zich heen. Ja, en het is werkelijk overdonderend. Bijvoorbeeld, de Haagse Post van deze week. De Haagse Post van deze week. De column van Weel Brugsma heet Het Laatste Rondje. Laatste en hij eindigt met deze zin. Het wordt helaas ook buitengewoon duidelijk dat nog een rondje macro-potverteren door het Westen maar twee uitkomsten kan hebben. Sociale chaos of de Derde Wereldoorlog. Hapsakee. Anton Constance in de Nieuwe Linie. Een ander aspect van de Derde Wereldoorlog. Hoe redden we straks onze kunstschatten? In de Nieuwsnet van deze week wordt gemeld dat West-Berlijners al aan het hamsteren zijn. En Peter Hofstede bericht in zijn column dat de BBC al een televisierampenpakket klaar heeft voor als de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Hij vraagt zich af of dat in Nederland ook niet zou moeten. Sterven met de Mountie. Huppata. De NRC Handelsblad van gisteravond. De pagina van doemdenker Wim Keizer. Het zal allemaal heel onverwacht gebeuren. Daarop zegt professor Nagel. De dood heeft zijn hand al aan de deurklink. En W.L. Brugsma, dezelfde weer. Het doeltreffendst is Siankali. Wat willen ze daar nou toch mee bereiken? Dat begrijp ik dus ook niet. Moeten we worden wakker geschud? Ja, dat waren we toch al. Ja. Wat moeten we doen? Moeten we progressief stemmen in 1981? Dat doen we toch al, simplistisch. Moeten we nog meer energiebesparende maatregelen gaan nemen? Met twee truien aan, een pilsje minder drinken? Ik begrijp het ook niet. In het Handelsblad van de afgelopen week was ook een speciale bijlage. Wat doen ze er zelf aan over energiebesparing? En daarin zegt Brugsma, want die vlindert ook maar wat heen en weer. Die zegt dan dat hij ondanks die derde wereldoorlog, die notabene zelf voorspelt, er toch over denkt om zijn huis te gaan isoleren. Wist jij trouwens, Bie, dat mevrouw Lisbeth den Uyl regelmatig een emmer koud tapwater in de kamer zet om dat water al enigszins voor te verwarmen, zodat ze, als ze thee zet of anderszins water wil gaan koken, minder gas verbruikt. Vind je niet lief? En zie je voor je hoe Joop die emmer al 7 keer heeft omgeschopt. Maar wat zijn dit voor waarschuwingen aan ons? Wat moeten we daarmee? Wat is dit voor straf? Willen die doemdenkers misschien gelijk krijgen? En zo ja, wat is dat voor een gelijk hebben na de derde wereldoorlog? Dat denk ik ook wel eens. Ik denk wel eens dat ze het lekker vinden. Dat ze een beetje geilen op de chaos. Dat het SM-gevallen zijn. Ja. SM is het. Ja. Kijk, wij weten ook best dat het er allemaal niet zo best voor staat hier. Maar als er nou geen ander uitzicht wordt geboden dan de totale ondergang, dan drijf je de mensen tot zelfmoord. En je ziet ze in Nederland alweer doemen aan de horizon, de horden suïcide gogen, want alles moet begeleid worden, mensen weten niet beter. Dus ook die zelfmoord, die wordt weer officieel begeleid. Ja, of je krijgt een doe-het-zelf-rage met Siankali. Ja. Wie biedt er nou eindelijk eens een ander perspectief? Geen idee. De politici, daar komt geen zinnig woord meer uit. De doktoren, dat zijn dealers in slaapmiddelen geworden. De geestelijke leiders misschien. Terwijl Amsterdam kraakt in zijn voegen, worstelt de gemiddelde dominee nog met de 60er jaren. En terwijl het aantal auto's toenam en terwijl het aantal buitenlandse vakanties toenam. En terwijl de technische ontwikkeling alsmaar voortschreed, schaalvergroting, er moeten grote bedrijven komen. Dus er verdwenen een heleboel kleintjes. En terwijl boeren en tuinders ermee ophielden of emigreerden of overgingen op puur industriële productie, verschenen er in de straten van Amsterdam groepen jonge mensen die anders waren,
die niet mee wilden doen. Die lang haar hadden, die er vreemd bijliepen, die asociaal waren. Het waren kinderen van ongeschoolde arbeiders, dus van mensen die in de overlegsamenleving niet aan de bak gekomen waren. En we noemden ze nozems. Nederland schrok. En de politie trad hard op tegen dit langharig tuig. En toch werden zij het begin van een geweldige beweging die Nederland zou veranderen. Begrijpen jullie nu waarom wij weggaan? Naar een land waar je de mensen eindelijk weer eens hoort zeggen dat het ze goed gaat. Daarom.